Heaven's California. Hey, leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe vlog. Mijn naam is Anthony. Vandaag is het donderdag 8 december. En ik ga zo meteen opnemen met RTLZ. Heel tof, ik ga een sportgadget testen. En ze zochten een fitboy en ik kreeg een berichtje via iemand. En toen dacht ik van, nou, ik ga het gewoon proberen. Een dag later kreeg ik een mailtje. Dus ik ben dat geworden. Dat ga ik zo doen. En ik ga ook nog vandaag met mijn neefje samen trainen. En dat zal ik ook vastleggen voor jullie. Laten we beginnen. I'm good, I'm great. No, it's been a while now, I'm mixing up the drink. I just need a girl who can really understand. And I've seen her get richer on the pole. I've seen her, I knew she had to know. I've seen her take down that tequila, down by the leader. I knew I had to meet her. I'm good, I'm good, I'm great. No, it's been a while now, I'm mixing up the drink. I just need a girl who can really understand. Het was even puzzelen, want het was heel erg druk binnen. Maar we zijn naar het buitenterrein gegaan van Hell City. Hier niemand op de achtergrond, waar we wel rekening mee moesten houden. En hier hebben ze gewoon een schuur. En dat is gewoon heel erg chill, want daar hebben ze dumbbell. Die hebben we net ook al gebruikt voor de shoulder press en een paar andere oefeningen. En we hebben net daar overheen iets gefilmd en dat is ook tof geworden. We gaan verder! Als je eenmaal beweging hebt... Stop! Ja, ik bleef wel bovenin in principe, ja. Nog even oefenen. Stop. Heel goed. It's a wrap. Maandag, oftewel als deze video online komt, morgen al online. Meestal pas 11:30 of zo wordt uitgezonden. Half tien. Half tien op RTLZ. Zo. Dat is nog wel een goede uitzendtijd. Ik dacht heel laat. Ah. En we hebben heel veel herhaald, hè? Die week. Dus, Kijk. Website. Je mag het, ja, YouTube. Precies. Ja. YouTube, ja. Klopt. En weet je ook hoeveel kijken mensen altijd? 3. Ja, precies. Ah, lekker. 1, 2, 3. Ja, precies. Mijn moeder ook. 4. Oh. Ja. Mijn moeder support. Ja, op de tv ongeveer 200.000 kijkers per week. Nice. Yes. Tot weer in de zomer. Beste kapper van Amstelveen. Na mijn moeder dan. Let's go. Maaltijd nummer 2. Echt even wat brandstof nodig, want ik ga zo meteen nog trainen dus. Ik ben nu even wat bestanden aan het doorsturen naar hun toe. Want misschien gaan ze nog iets gebruiken wat ik net heb opgenomen voor mijn vlog. Daar gaan we weer. We zijn er hoor. Laten we kijken of het een beetje te doen is. Helaas, dit wordt helemaal niks man. We gaan naar die andere club. Zo, het is daar echt een chaos. Dat zag ik ook al vanochtend. Dus wij gaan door naar de andere Health City. En die is ook in Amstelveen, dus het valt mee. En hopelijk mag hij daar naar binnen met die pas. En anders vragen we voor hem een dagpas aan. Want ja, alle vrije gewichten waren... niet te gebruiken, dus het sloeg nergens op, want wij gaan niet een training alleen maar machines doen. Dus dan train ik liever niet, eerlijk gezegd. Tenzij je echt geen keuze hebt en een maand lang of zo op vakantie bent, dan zou ik machines doen, maar ik ben echt anti-machines, behalve de fly, hamstring curl en nog een paar leg extension of zo. Let's go, ik wil bank drukken. Ik heb al helemaal in mijn hoofd wat ik ging doen. High reps, spotto, 80 kilo. Laten we er iets moois van maken, man. Ja, man. Wanneer gaan we weer trainen? Zaterdag? Ja toch? Ja. Kijk, en de bench is vrij. Vandaag krachtdag A. Ik ga als eerst met hem even benchen. 2 setjes bench, 80 kilo spotter press en daarna nog 2 setjes dumbbell press. Let's go.
Laatst had hij 40 kilo, 5 reps, touch and go. Nu doen we spot-up press, 32,5. Hou hem boven je chest, hè. Niet aantikken. Juist. Vasthouden, op dezelfde plek. Dit is mooi, dat is je beste. Hup. Goed zo. Laatste. Nice. Goeie rep. Ik doe de spotter ertussen om even wat minder kracht te krijgen vanaf mijn heupen. Want als ik een pass rep doe, dan gooi ik zo hard mijn heupen omhoog en dan krijg ik dat beginstukje al cadeau. Dus spotter er af en toe tussen gooien is een handige manier om toch nog even wat sterker te worden van het onderste gedeelte. Dit is hem. Nog eentje, nog eentje. Je zei 10. Laat zien dan. Press. Sick. Ik las ook een paar comments dat mensen zijn transformatie wilden zien. Dus Michael, je moet hard pushen, je moet goed eten. Want we hebben beginfoto's gemaakt, dus ik ben benieuwd. Let's go. 28 kilo, niet veel. Ik deed het ook met de Arnold Press. Maar met de Arnold Press deed ik maar 6 herhalingen. En nu ga ik voor 12 tot 15. 2 sessies. Ook lichtere gewichten omdat ik niet zo sterke polsen heb en ik doe het zonder wrist wraps, dus is dit makkelijker om licht te gaan, higher reps, veiliger en ik moet gewoon sterkere polsen krijgen, anders zal ik altijd met wrist wraps moeten trainen of altijd met lichte gewichten en dat is geen optie. Laatste en op, mooi, goeie. Uitvoeren is al echt flink vooruit gegaan. Dit is het derde setje. Kijk, houd die spanning. Rug is recht. En hij gaat niet echt zitten alsof hij op een bank gaat zitten. Box squat, echt een manier om het veilig te maken. Maar het is nog steeds technisch. We gaan door naar de pull-ups. Max bodyweight. 3 setjes. En Michael heeft me uitgedaagd om dit klimrek op te klimmen. En daarbovenin pas mijn eerste rep te doen. Ik ben benieuwd. Ze zijn hier zo meteen bezig met een groepsles. Dus we hebben weinig rust. Dus het worden niet heel veel herhalingen. Begin jij? Wow, yo. Die ga ik niet nadoen. Hè. Oh, ik dacht springend, man. Oh. Oh. En nu nog optrekken. Je bent helemaal kapot, geloof me. Hij zwingt als een motherfucker. Dit gaat erop hoor, ik knip dit er niet uit. Zie je, dit wordt echt een slechte set. Mooi. Ik ga je het goede voorbeeld geven. Ik ga het explosief doen. Ik deed er wel expres 8, want ik moest nog naar beneden klimmen en ik moet nog 2 sets. Oké, hij gaat hem ook explosief proberen. Hop, ja, hop, hop, hop. Ja, die is eng, hè? Vooral die laatste, die skipte ik ook. Wacht, ik haal je uit die momentum. Wacht, go. Oké, goed zo. Nog eentje zelf. Hoog, boven die stang, boven die stang. Deze krijg je van mij. Goeie assist. Oh. Nu moet je niet bang zijn en gewoon gaan. Ah, je gaat automatisch je voeten, want je bent bang dat, dat je dit gewoon afscheurt. Dus helaas, maar ik was in de buurt. Goede houding, split stand. Yes. Michael let wel goed op. Hij zegt, je doet hem anders. Ja, ik leun iets meer naar voren. Vind ik lekker om er een beetje in te leunen.
En dan vind ik het makkelijker om helemaal mijn arm naar boven te krijgen. Yes, strek hem, strek hem, strek hem. Kijk uit dat je je schouder niet gebruikt, man. Andere spieren willen het overnemen. Je wilt het altijd het makkelijkste voor jezelf maken. Maar dat doe je onbewust. Snapchat. Voor Michael hebben we even de plank gedaan, want hij voelde de ab rollout in zijn rug. Dat hebben heel veel mensen. Dus de volgende progressie wordt de ab rollout. Maar we beginnen even met de plank. Want het is echt belangrijk om goed die buikspier aan het werk te zetten tijdens deze oefening. In plaats van natuurlijk in je rug te gaan leunen of te hangen. Straight. Yes. Hou je schouders eens naar achter, hè? Borst omhoog. Boom. Zie je een beetje die kromme bovenrug. Maar we werken eraan. Ai, kapot hè? Is toch 60 kilo, is niet niks. Als je de stang pakt, denk aan die bar buigen. Elleboog gaat naar binnen draaien. Hop. Hop. Dan zet je dit al op slot. En je draait je schouders zo. En dan zit je borst weer naar voren. In plaats van dat je hem dus zo met Michael een beetje heen omhoog trekt. En je wilt. Boom. En drie. Stop, de hele workout stond erop. Was een chille sessie. Ja, progressie. Chille sessie. Progressie. Chille sessie. Progressie. Chille sessie. Progressie. En het bankdrukken. Volgende keer gaan we weer heavy. Deze keer hebben we dus wat meer hogere herhalingen gedaan met die squatter press. En hoeveel weeg je nu? 65. Ja, ik woog 67 kilo toen ik begon en ik ben 1,87 meter. Dus ja, we hebben een beetje dezelfde beginsituatie. Jij bent 19, hè? Ja. Ja, ik begon net voor mijn 18e. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Hard knallen, hard werken.